Als u mij trouwens wil benaderen na afloop of zo, dan kan het op een van deze manieren. Proberen benaderbaar te zijn. Links mag ook, als je dat prettig vindt, ja. Even knuffelen na afloop. En maar waarom sta ik hier eigenlijk? Nou ja, misschien omdat ik in de raad van advies van de FAMO zit. Misschien omdat ik toch een aantal keer ben tegengekomen. Die denk, nou, volgens mij kun je wel een aardig verhaal vertellen. Maar ja, wat heb ik nou eigenlijk met gemeentes? Ik ben gewoon directeur van een softwarebedrijf met 300 man. Nou, ik moet wel zeggen, we automatiseren steeds meer gemeentes en hebben daar ook steeds meer lol van. En laat ik met dit bericht eens beginnen. Gewoon een beetje de sfeer erin te brengen. Ja, dan ziet u dat en dan zegt u, ja, maar dat is natuurlijk in Californië. Hè? Dat kan in Nederland niet gebeuren. Een ambtenaar dood achter het bureau en collega's hebben het niet eens in de gaten. Maar, nou, dan zou u eens bij mij in de gemeente moeten komen kijken. Ja, is drama. Ik heb wat meer voorbeelden. Maar laat ik het eens proberen heel praktisch te houden. Ik heb nagedacht voor u, en dat is ook mij ook gevraagd vanuit King, om u gewoon eens een aantal tips mee te geven. Hoe zou je het nou als gemeente moeten doen? He, praktisch. Tof zegt tegen mij, ja Bas, fantastisch verhaal. Jullie doen waanzinnige dingen. Maar geef deze mensen nou eens gewoon 10 praktische tips mee. Nou, die heb ik voor u op een rijtje gezet. En dat zijn open deuren. En toch ga ik ze met u doornemen, want hoe open ze ook zijn, ze worden vaak niet benut. Tip 1, werk waar werk gebeurt. En dan vraag ik u eventjes na te denken van wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Links, wat ben ik links aan het doen, wat ben ik rechts aan het doen? Nou, Frank, laat ik het eens aan jou vragen dan. Jij vraagt iedereen de hele dag de oren van het hoofd. Wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Ik denk dat ze dat bij jullie op kantoor werken noemen. Links. Voor mij links. Ja, en rechts? Ja, dat is hoe ik werk. Dat doe je goed. dit is de situatie. Ik was daar onze vlucht naar Ibiza aan het regelen. En daar rechts zat ik na te denken, hé, en als we nou eens dit en als we nou eens dat. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar geïnspireerd achter een scherm zitten, dat heb ik zelden en volgens mij de meeste mensen. En toch is het zo, het is gek. Wij denken bij links denken we aan werk en bij rechts denken we aan luieren. En ik ken toch een hele hoop mensen die achter hun scherm zitten en dan vraag ik me af of ze aan het werk zijn. Zijn ze aan het patiënten of zijn ze misschien... Ja, nog even een mailtje naar het thuisfront. Hoe zit dat? Net zoals dat je mensen zeg maar, op kantoor met hun mobiele telefoon door het kantoor ziet lopen. Denk, ja, ben je nou je verzekering aan het regelen? Of ben je nou aan het werk? Die dingen gaan door elkaar heen lopen en dat noemen wij dan vanuit ICT het nieuwe werken. Maar dat is wel iets waar je natuurlijk mee bezig moet zijn. Om als iemand aan de deur te gaan staan en zeggen, hey, jij was niet om 8:30 binnen. Dat werkt niet meer. En toch... En kijk deze zaal rond, ik zie toch heel veel mensen die denk ik iets ouder zijn dan ik. Die moeten daar erg aan wennen. Als ik was gisteravond bezig met de voorbereiding voor deze presentatie. En rond een uurtje of 11 zat ik dus nog achter de pc. En dan zie ik dus via een schermpje wie er allemaal nog meer van ons bedrijf nog aan het werk zijn. Er zijn een hele hoop mensen. En moet ik daar nou boos op worden? Moet ik dan het vervelend vinden dat ze misschien tussen de middag even naar de kapper zijn gegaan of naar de tandarts? Of vind ik het eigenlijk prettig dat ze hun eigen tijd uitkiezen. Hier moet je als gemeente iets mee gaan doen. Omdat je anders totaal oninteressant bent voor generatie Einstein. Tweede tip, ontsecretaresse. Een nieuw werkwoord hebben we zelf bedacht. En dat is eigenlijk, hij komt zo, dus hier op neer. Ik heb geen secretaresse. Bedrijf, 300 man. Wij hebben in het hele bedrijf geen secretaresses. Ik heb ze wel met regelmaat aan de telefoon. Dan neem ik telefoon op met Bas van der Veld. Oh, sorry meneer van der Veld. Ik was op zoek naar uw secretaresse. Ja, die heb ik niet. Zeg maar waar het over gaat. Oké, ja, ik wil eigenlijk een afspraak maken tussen u en de CEO van Canon. Ik zei, nou, had hij zelf niet even kunnen bellen dan? Ja, dat doe ik dan. Dan probeer ik zo iemand eigenlijk uit te leggen hoe onzinnig haar beroep is. En weet je wat nou zo grappig is? Dat lukt ook vaak. Ze zegt ook, ja, waarom kan hij het eigenlijk niet zelf? Secretaresses is echt de grootste onzin die er is. We zijn een bedrijf van 56 miljoen, geen secretaresses. Gewoon geen secretaresses. En secretaresses zijn vaak heel erg goed hoor in bedrijven. Dus het probleem is de secretaresse niet, de baas is het probleem. De secretaresse ruimt de troep op van de baas die het niet doet. Dus die baas moet eigenlijk anders. En secretaresse moet je gewoon, daar moeten we gewoon eigenlijk allemaal mee stoppen. Gewoon niet meer doen. Dat is heel makkelijk. Een andere is receptionist, dus heb je namelijk ook niet nodig. Als je bij ons het pand binnenkomt, dan meld je je aan via een van die digitale zuilen.
Er wordt automatisch een foto van je gemaakt. Ik krijg een sms'je dat je er bent. Ik zie ook aan de foto wie je bent. Dus ik weet ook op wie ik af moet lopen in de ontvangstruimte. En er zijn geen receptionistes meer. Ik heb een ander voorbeeld hiervan. Dit ben ik op bezoek bij mijn tandarts. Deze foto is gemaakt voorafgaand. Ik heb een hele toffe tandarts trouwens. En ik was daar, maar ik was ook getriggerd door haar assistente, Astrid. En haar assistente heeft een aantal tools, hè, een telefoon en een laptop en een agenda. Doet van allerlei dingen. En dat is Astrid. En dan, ik werd getriggerd hierdoor omdat ik een collega heb. En die collega van mij, die is laatst verhuisd. En die was benieuwd naar een goede tandarts. En die ging op het internet kijken. En die kwam uit bij het Tandheelkundig Centrum Vleuten-Weide. En daar ging hij naartoe. Hij meldde zichzelf aan via de website. Vulde zijn eigen gegevens in, plant zelf de datum en de tijd en kan, als hij dat bij tijds doet, ook nog de eventueel gemaakte afspraak cancelen. Dan zet ik toch even mijn tandarts en die van hem naast elkaar. Dat is mijn tandarts, die heeft Astrid in dienst, 35.000 euro en de werkplek nog eens een keer 10.000 euro, totaal 45.000 euro. Het hoort hier goed in de plaatje te staan, maar doordat er hier bij het congrescentrum met PowerPoint 2007 wordt gewerkt in plaats van 2010, staat het er een beetje lomp. ICT. ICT-foutje. Dit is de tandarts van mijn collega. Want daar is geen Astrid meer. Ja, als je binnenkomt moet je je eigen Suske en Wiske pakken, je moet je eigen koffie inschenken en je wordt opgehaald door de tandarts zelf. Waarom niet? En zeg je, nou, je zag die tandarts van mij, die zag je toch lachen op de foto, hè? Ik denk, nou ja, je verdient genoeg geld, dus dat gaat ook wel goed. En volgens mij zijn de tandartstarieven in dit jaar vrij gekomen, hè? En nou gebeurt het, hè? Nou gaat die tandarts van mijn collega, die opent een vestiging naast die van mij. En dan gaat het over prijs. En dan gaat het erover dat die tandarts 45.000 euro minder kost heeft dan mijn tandarts. Wie houdt het langste vol? Alleen mijn vraag is, hoeveel Astrids zitten er in Nederland in Nederlandse bedrijven? Hoeveel Astrids zitten er op gemeentes? Het gaat niet om de naam Astrid, laten we helder zijn. Ja, ik krijg wel eens Astrids na afloop van mijn presentatie op mij af en die zeggen dan, hey, dit is wat wij moeten doen. Dit is ook wat ICT kan doen. Er is niets zo zinloos als efficiënt doen wat niet hoeft te gebeuren. We kunnen Astrid een nieuwe telefoon geven, een nieuwe laptop, nieuwe procedures uitleggen, maar eigenlijk is Astrid gewoon niet nodig. Dan moet je ook stoppen. Oké, tip 3. De digitale deur. Ik was laatst met een aantal collega's in Den Haag. Ik woon in Leusden, dus ik moest nog van Den Haag naar Leusden rond een uurtje of 5. Slecht plan. Dus ik zeg, weet je wat, we gaan wel even ergens eten. En ik pak mijn iPad tevoorschijn. Ik zeg, hebben jullie ook zin in Thais? Nou, ze hadden ook wel zin in Thais. Ik zeg, nou, gaan we even kijken of via Eens of hier een lekker Thais restaurant in de buurt zit. Eens kennen jullie allemaal, hè? Dus de site waar mensen recensie geven. Dus via Eens komen we uit in Scheveningen bij dit restaurant. Toek, toek. Nou, wij hebben geparkeerd de auto verderop in de straat en liepen vol zelfvertrouwen deze tent binnen. Hè, want hier gaan wij gewoon fantastisch eten. Dat was het beste bij iets. Is toch die hele zaak helemaal leeg. Niemand zit daar. Dus ik ben dan zo'n lolmaker. Hè. Ik zeg dan, heeft u nog een tafeltje vrij? Ja, nog eentje, zegt die man. Ik zeg, oh, dat is bijzonder. Maar goed, wij aan de tafel zitten. En inderdaad, in een half uur zat die tent tjoek tjoek vol. Gewoon echt ramvol. En we hebben waanzinnig gegeten. En dan vraag ik u, als u nou door deze straat had gelopen, had u dan gezegd, dat ziet er aantrekkelijk uit? Het ziet er niet aantrekkelijk uit. Maar de internetentree, een 7,8 op Eens, is fantastisch. Hoe vaak gebeurt het niet dat je door een winkelstraat loopt, je ziet een fantastisch restaurant, je denkt, nou hier ga ik toch lekker eten. En je komt binnen en het is gewoon bagger. Ik heb een collega die zegt tegen mij, het eerste wat ik doe, ik ga altijd even naar het toilet. Als daar een zootje is, ga ik gelijk weg. Goeie tip. De traditionele entree is eigenlijk niet meer belangrijk. Ik kijk er ook niet meer naar. Als iets mij zegt dat het goed is, dan ga ik daar gewoon naar binnen. Of het er nou shabby uitziet of niet. Dus de digitale entree is belangrijker dan de traditionele entree. Neem dat mee. Tip 4, laat binnen buiten zijn. Dat is wel grappig, hè? Dan ga ik bijvoorbeeld naar de site van Vodafone en dan zie ik zo'n mooi verhaaltje over MVO. En denk, wauw, die zijn toch mooi bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En had ik laatst een micro-simkaart nodig voor mijn iPad. Dus op de zaak zeg, jongens, even een micro-simkaart. Nou, die kwam binnen en die kwam zo binnen. Hey, let even op, het gaat over dit dingetje.
Dat zit in een kaart, in een plastic hoes, in zo'n doos. Dan kun je wel zeggen dat je MVO bent, maar als je het niet bent in de werkelijkheid, dan gaat het mis. En ik zet hier natuurlijk één tweet van, daar zien 800 mensen zien dat. Ik vertel dat nog eens een keer aan 600 mensen en we weten allemaal, Vodafone kan doen wat ze willen aan de buitenkant, maar ze zijn het niet. Je kunt heel veel reclame maken om het proberen goed te breien, maar je moet het gewoon zijn. Dus de essentie is, laat het gewoon zijn, ook datgene wat je naar buiten wil brengen. Laat binnen buiten zijn. Dit is nog zo'n voorbeeldje, Agis. Dat is mijn zorgverzekeraar en dan kan je nu, dat zeggen ze ook, alles online regelen. Nou, daar zijn ze heel trots op. Ik vond het eigenlijk nog wel eens tijd worden. He, dat kopiëren en printen van die dingen, dat slaat toch helemaal nergens op. Maar goed, ik dien het online in. Ik dien het online in. Dan krijg ik toch 2 weken later een brief. Een envelop terug. In de envelop zit allereerst een declaratieoverzicht. En het is natuurlijk altijd heel duidelijk wat wel en niet gedeclareerd wordt. Hè? Met deze codes, die geven dan aan een 01. Dat is dan dat het natuurlijk niks vergoed. 02 is ook niks. Weet je, je krijgt toch nooit wat vergoed. Maar goed, je blijft het indienen. Dat is toch heel gek eigenlijk. In hetzelfde, in dezelfde envelop zit een declaratieoverzicht. Met daarop de tekst. Voor een snelle verwerking van uw nota's verzoeken wij u gebruik te maken van dit declaratieformulier. Ik denk, hè? In dezelfde envelop nog wat reclame. En in dezelfde envelop een nieuwe envelop. Dus dan doe ik mijn best, ik doe het digitaal. En dan, nou ja, dit hoef ik eigenlijk niet verder uit te leggen. Als je online gaat, doe het dan ook 100%. Denk er eens over na. Denk er gewoon goed over na. Dat speelt natuurlijk voor jullie heel erg. Tip 5, pas je aan de tijd aan. Ik zat laatst op het toilet en ik zat het managementteam te lezen. En u heeft dat ook, hè? Als je een sheet, dat hebben wij een nieuw een soort zintuig voor. Je slaat de bladzijde om en je ziet eigenlijk binnen nog geen seconde, zie je, het is reclame of een advertorial, dus ik lees het niet. Toch? Zo werken we allemaal, hè? Oh, reclame, oh, daar hoef ik niet te kijken. Oh, een leuk stekje. Oh, reclame, oh, dat hoef ik niet te zien. Zo, ik bedoel, reclame maken op dit vlak slaat nergens meer op. Dus ik had het hele ding uitgelezen. Ik denk, weet je wat, ik ga eens voor de grap reclames bekijken. Dus ik kom deze reclame tegen van DHL. Een contract vandaag getekend in Rotterdam ligt morgenochtend om 10:30 al op Wall Street. Wij weten als geen ander hoe we uw tijd kunnen besparen. Daarom zetten we zelfs een helikopter in om uw documenten op tijd in New York te krijgen. Dus ik, hè? Hebben deze mensen nog nooit van e-mail gehoord? Want ik bedoel, als ik iets in New York wil krijgen, dan ga ik er zo zitten, cent. En dan bel ik ze eigenlijk erop en zeg, heb je het ontvangen? Ja hoor. Ik bedoel, dat is een minuut. Nee, DHL zet een helikopter in om het voor elkaar te krijgen. Bijzonder. Dit dan. Dit lees je dan, hè. Dit is gewoon, dan zit ik een ander tijdschriftje te lezen en dan zie ik, word ik getriggerd door deze tekst. Faxen gaat sneller. Gewoon even een vraag. Wie heeft het afgelopen jaar een fax verstuurd? Gewoon eerlijk, hand omhoog. Ja, er is een faxenverstuurder. 1, 2, 3. Maar het gaat wel sneller. Dat echt razendsnel. Nog even daarover. Ik hoorde toevallig iemand van de gemeente Purmerend, mevrouw Zijlstra. Mevrouw Zijlstra, bent u dat? Ja. U heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor een IHRM-systeem. Tenminste de gemeente Purmerend, misschien u zelf niet, maar de gemeente Purmerend. En die zijn er zo fijn in. Wij krijgen die dingen, dat is echt een drama. Er staat in of wij het in 11-voud willen indienen. In 11-voud. Dat is gewoon 11 keer. Ja, en niet 11 e-mailtjes, was dat maar zo'n feest? Nee, 11 keer. Ik mag u nog even wat vertellen over Europese aanbestedingen. Per aanbesteding moet ik 36 handtekeningen zetten. Na 2 weet ik al niet meer hoe die moet. Ik moet 324 keer een paraaf zetten. We moeten 6 cd-roms inleveren. En voor de gemeente Purmerend mogen we het ook nog eens een keer 11 keer doen. Misschien, mevrouw Zijlstra, even vragen, kunt u ons daarin helpen. Oh, nee, dit was die... Ja. Oh. Hey, maar Frank, zo win ik die aanbesteding nooit. Dus. Nou ja, check en double check denk ik altijd maar in dit vak. Maar. Dat gaan we horen. Ik ga snel verder. Tip 6. Stage lopen. Jullie vroegen je daarnet af, hoe kom je aan de juiste informatie als bestuurder? Ga een dagje stage lopen. En dat bedoel ik niet met stage lopen. Gewoon kijken hoe iemand het dan doet. Nee, zelf doen. Ik zit een aantal keer per jaar achter ons supportcenter, headset op, vragen te beantwoorden voor klanten. Binnenkort ga ik een dagje broodjes smeren voor onze medewerkers. Ik ga een dagje bij onze verkoopbinnendienst prospects bellen. Ik ben echt het werk aan het doen zoals je dat zou moeten doen. En als je dat doet, heb je na 1 dag meer visie, meer beleid dan je in een jaar kan verwerken.
gewoon het zelf eens doen, wat die mensen doen. Overigens... Even checken, dat vind ik altijd wel leuk. Zijn er wethouders hier? Ja. Even vragen, wanneer hebt u nou voor het laatst bijvoorbeeld een dag stage gelopen of iets dergelijks? Een halfjaartje geleden. En het is waar wat je zegt. Toen kwam ik erachter op onze afdeling financiën dat ze facturen versturen waren voor 6 euro. Toen vroeg ik me af van waarom doen we dat eigenlijk? Nou, toen kwam het antwoord van ja, maar dat is het beleid. Hè? Bedoel, als het gaat om grof vuil ophalen, dat kost 6 euro en dan moeten mensen een rekening voor sturen. Toen vroeg ik nog een keer, waarom doen we dat dan eigenlijk? Nou, dat is in ieder geval wel een van de dingen die we nu aan gaan pakken. Dat gaan we dus niet meer doen. Hebt u een secretaresse? Nog wel. Gaat u, dat gaat u dus ook niet meer doen. Hè? Ja. Oei. Er is nog genoeg zinvol werk. Laten we een tweede Amsterdamse bos aanleggen. Maar er is nog voldoende werk voor de ex-secretaresses, hoop ik dan. Beleid, hè, daar hadden we het al over. Weet je wat ik al zo grappig vind van het woord beleid? Dat is eigenlijk precies dezelfde letters als debiel. Maar in de meeste organisaties... Ja, dat is apart, hè? Hier, nog een keer. Beleid. Hier. Dat is apart. Maar dat komt omdat in de meeste organisaties beleid bedacht wordt door mensen die ergens in die ivoren toren zitten of denken dat ze het beleid wel kunnen maken met een aantal anderen ergens op de hei. En dat is flauwekul. Beleid krijg je door een dagje stage te lopen. U heeft het zelf ervaren. Ik vind het goed om te horen. En stop inderdaad met het berekenen van geld voor die facturen. Ik heb laatst een seminar gegeven in de zorg, hè? Was ik toch geschokt. Managers in de zorg. En de simpele vraag was, hoe vaak in een jaar zie je een patiënt? Dat bleek 1 keer per kwartaal te zijn. Met andere woorden, management in de zorg is een echt verre van mijn bedshow. En dus hebben wij nog steeds, als we naar het ziekenhuis gaan, ik ben met mijn vrouw, die heeft een hele vervelende oogontsteking, en mijn dochter toevallig ook, de afgelopen 3 weken heel veel in het ziekenhuis geweest. Weet je wat er dan gebeurt? Kom je binnen in het ziekenhuis, dan krijg je dit. U weet wat dit is. Ja, dit heet een ponskaartje. En die wordt gemaakt. En zodra ik thuis ben, gooi ik me altijd weg. Vind ik gewoon, ik irriteer me er zo vreselijk aan. Maar dan moet je gewoon elke keer als je er weer komt, moet je hem opnieuw maken. En in sommige afdelingen wordt er een keer een afschrift van gemaakt. Maar ook, ja, mensen doen dat, maar ze weten eigenlijk niet waarom. Er wordt namelijk niks verder mee gedaan. Maar bij heel veel afdelingen in het ziekenhuis wordt er helemaal niet eens een afschrift van mee gemaakt. Dus ze doen daar eigenlijk niks mee. Bizar. Als je daar een keer een dagje stage loopt, weet je ook precies hoe je dat op moet gaan lossen, volgens mij. Tip 7. Betrek generatie Einstein. Generatie Einstein, de mensen die na 1985 geboren zijn. Dit is mijn dochter. Mijn dochter is bijna 2. Mijn dochter is hier met mijn iPhone in gesprek met mijn moeder, dus haar oma. Mijn oma zit op Curaçao op dit moment. En zij is met oma aan het praten. Zij kan oma op dit moment ook zien. Zij ziet oma, oma ziet mijn dochter. FaceTime heet dat, via een iPhone kan je dat doen. Wie heeft dat wel eens gedaan, hier in de zaal? Nou, een kleine 10%. Mijn dochter van net 2 is verder dan 90% van de ambtenaren in Nederland. Bizar, maar wel waar. Dit is overigens mijn dochter in het hotel. Ik zat op een gegeven moment in een hotel en ik denk, wat is ze toch aan het doen? En die zit hier op dit moment op de tv met haar vinger te kijken. Want dit kanaal vond ze een beetje saai, dus ze wilde Boomba, weet je wel. Dus die dacht, nou weet je, als ik dan zo over het scherm swipe, dan komt misschien Boomba tevoorschijn. En toch, we hebben dit soort mensen nodig in onze organisatie. En als we alleen maar mensen hebben van een bepaalde leeftijd, brengen we de boel ook niet verder. Dus doe eens gek, nodig eens een keer een jong iemand uit op je gemeente en laat die gewoon eens een keer een dagje de boel runnen. Kijk eens wat er gebeurt. Je hebt meer beleid dan je in een jaar kan invullen. Tip 8. Luisteren naar sociale media. Waarom ze sociale media heten, dat is denk ik vanuit ICT bedacht. Dan klomt het wat socialer over. En het meest onbegrepen middel is Twitter. Want de meeste mensen denken dat Twitter gaat om zenden. Ik moet sturen wat ik aan het doen ben. Ik moet sturen dat ik op het King Ja-congres ben. En ik moet sturen dat die spreker van de veld wel erg schunnige dingen op het podium zegt. Het gaat niet over zenden. Het gaat over kijken wat er gezegd wordt. Hier wat voorbeeldjes. Wat zeggen mensen nou over gemeentes? Nou, hier zegt iemand waardeloos en vreselijk balen dat de gemeente Heerenveen zo met zijn burgers omgaat. Klote gemeente Eemsmond, eerst verkeerde info geven en dan termijn laten verstrijken. Moet opnieuw mijn uitkering aanvragen. Nou, hier staan dingen in waar je als gemeente wat mee kunt. Alleen als je niet kijkt, dan doe je er dus blijkbaar niks mee. En dan vergeet je de mogelijkheid die je krijgt om te innoveren. Ik had laatst iemand
Laatst, ik moet wel zeggen, is een voorbeeld van 2 jaar geleden. Iemand komt bij ons in het bedrijf binnen en zegt, oh, ik ben een half uurtje te vroeg voor de cursus. Gelukkig kan ik nog even wat werk wegwerken. En zijn tweede tweet was, jammer, bij Avos hebben ze geen openbaar wifi-netwerk. Dus ik kan niks doen. Ding! Nou, ik zie die tweet, we laten het oplossen. Een maandje later hebben wij een openbaar wifi-netwerk. Er zijn ook heel veel mensen die heel veel zinvolle tips hebben voor uw gemeente. Waar u, als u niets kijkt, niets meer doet. Dus nogmaals, Twitter is niet iets van, ik moet gaan sturen. Liefst stuur me niks, als je toch niks zinvols hebt te melden. Niks sturen, ga kijken wat er gebeurt. Ik heb even jullie site bekeken, cockpit of bijkantoor. Want ik was namelijk getriggerd, doordat ik zag hier allemaal van die schaduwtjes. Ik denk, wat is dat toch? Dus ik nou verder bladeren. En op een gegeven moment, ja hoor, zie ik in één keer een fotootje. Blijkbaar wordt er, als je een LinkedIn-profiel hebt, een fotootje getoond. Toen dacht ik, maar dat kan toch niet waar zijn? Dat bijna niemand een LinkedIn-profiel heeft. In het bedrijfsleven is dit denk ik tussen 95% van de mensen heeft een LinkedIn-profiel. Omdat we weten dat kennis pas waarde heeft als je verbindingen gaat leggen. Ik hoor allerlei fantastische dingen over samenwerken. Maar zorg dan alsjeblieft voor een LinkedIn-profiel. Dan kan je elkaar ook kennen en dan kun je ook makkelijk met elkaar gaan samenwerken. LinkedIn is niet meer weg te wuiven. Wel een Hives, dat is een privé aangelegenheid. LinkedIn is een zakelijk iets. Dan moet u eigenlijk direct vanavond, als u het niet heeft, zo'n LinkedIn-account aangaan maken. Tip 9, geef iedereen alle informatie. Daar wil ik u gewoon een voorbeeld van geven. Een daadwerkelijk gebeurd voorbeeld in ons bedrijf. In de lift staat links onze commercieel directeur. En vlak voordat de liftdeuren dichtgaan, gaan de liftdeuren nog een keer open. En dan komt Betty, een van onze schoonmaaksters, die komt bij haar schoonmaakkarretje ook in de lift staan. Liftdeuren gaan dicht, waarop Betty tegen Leo zegt, Leo, volgens mij gaat sales het target deze maand niet halen. Dit is niet een door mij verzonnen iets. Want Leo zei dat tegen mij in de pauze. En ja, als je Leo een beetje kent, die was er gewoon gepikeerd over, weet je wel. Maar bij ons in de organisatie heeft iedereen alle informatie. Dus iedereen kan zien welke accountmanager vandaag een order heeft gescoord. Of die vandaag wel of niet op zijn target zit, ja of nee. Een supportmedewerker, hoeveel calls die heeft opgelost. Wat de kwaliteit is van de calls. Iedereen kan alles zien. En dat betekent, dat is niet eng. Maar het betekent dat mensen die op ons supportcenter zitten en die bijvoorbeeld 30 calls op een dag wegpoetsen met een kwaliteit van een 7,8, gaan kijken en zien dat er iemand anders, 3 tafeltjes verderop, die doet 40 calls met een gemiddelde kwaliteit van een 8,5. Nou, dan denkt hij bij zichzelf, hey, hoe doet hij dat? En dan gaat hij daarnaast zitten en dan komt hij erachter dat die supportmedewerker de telefoon beëindigt niet door te zeggen, nou, fijn dat ik u geholpen heb, ik wens u een fijne dag. Nee, die zegt, heeft u misschien nog meer dingen waar ik u mee kan helpen? Wauw! En hij gaat dat ook doen. En zijn kwaliteit gaat van die 7,8 ook naar die 8,5. Het kan fantastisch werken als je iedereen alle informatie geeft. Tot slot, tip 10. Zorg voor een plan. Ik weet, en ik mag veel van dit soort presentaties geven. Het is het leukste om te doen. En ik ken zo'n beetje de reactie die de meeste mensen toch hebben op mijn verhalen. Die drukken namelijk op die hele grote stopknop. En hebben dan een reden om vooral niks te doen met mijn tips. Ik heb er een paar op een rij gezet. Ja, maar het bestaat al. Laten we realistisch blijven. Er is meer onderzoek nodig. Het is niet logisch. De directie zal er niks voor voelen. Ik ben niet creatief. Het is niet mijn verantwoording. Te lastig om te beginnen. La, 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 la. Allemaal redenen om het vooral niet te doen. Maar ik eindig toch met een mooie spreuk die ik laatst tegenkwam. De winnaar heeft een plan en de verliezer heeft een excuus. Ik wens u veel succes.